Oké, ik ben nu toch echt super, super, super teleurgesteld in jullie. Dat ik één keertje even geen Fall Guys upload en dat het meteen echt helemaal de fout in gaat. Het is gewoon flauw dat ik best wel veel moeite doe, dat ik 20 minuten of langer eigenlijk aan het opnemen ben. En dat de video maar 4 keer bekeken wordt, 0,23 seconden weergave duur heeft en maar 2 minuten in totaal is bekeken. En dit stelt me heel erg teleur en als je deze video nog niet hebt gezien, kijk hem zeker even. Het is de video van gisteren waar ik ging grinden level 100 in Fortnite. Dan snap ik het ook wel, Fortnite is niet de leukste game, maar het stelt me toch wel echt heel erg teleur dat jullie die dan niet expres niet gaan kijken. Maar ja, dat is natuurlijk jullie eigen keuze. Ik heb daar niks over te zeggen. Oh, die gaan we kopen. Manananana. Oh, ik ben helemaal afgeleid, jongens. Is dit de onderkant van de T-Rex? Oké, deze gaan we kopen. Purchase. Equip. Oké, even kijken. Gaan we naar lokken. Dus heb je die video nou nog niet gezien? Kijk hem dan zeker eventjes. En ja, voor de rest. Sowieso een geel hoofd. En een goede... Wat is nou een goede onderkant? Ik denk gewoon de voetjes. En dan doen we een kleur geel met groen. Ja. Oké, dus kijk die video zeker eventjes. Wij gaan in ieder geval vast beginnen met deze video natuurlijk. Eigenlijk wil ik deze video is alleen even niet geëdit. Omdat ik echt op het moment echt super weinig tijd heb. En ik moet dus voor mezelf dus nog eventjes gaan grinden naar die level 100. Want ik heb tenminste wel die battle pass gekocht. Dus dan vind ik het wel dat ik de level 100 moet halen. En jullie vinden dat blijkbaar niet leuk om te zien op YouTube. Dus dan ga ik het maar gewoon zelf doen. Op dit moment zijn we het bananablikje. En ik vind dit de leuke skin. Daarom heb ik ook gekocht. En daarom dat is ook precies de reden waarom ik... zeg maar, die punten aan het sparen ben. Want ik weet gewoon dat er ooit een leuke skin in komt die ik echt heel graag wil hebben. Dus daarom heb ik hem gekocht. Ik had toch genoeg punten. En hopelijk komt de onderkant van het blikje ook nog wel eens een keertje. Ja, dat zal super fijn zijn. En wat ik ook heel graag hoop, dat de views weer heel erg omhoog gaan. Doordat ik nu weer Fall Guys upload, zeg maar. Weet je, ik vond het gewoon heel... Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja, flauw om te zien. Want weet je, ik doe 20 minuten mijn best. Om best wel veel moeite te doen voor een video. En dan wordt het zeg maar zo slecht bekeken. Nou, kan gebeuren, zou je denken. Maar het is niet echt bepaald... oh mijn god. Oh my, are you kidding me? Het is niet echt bepaald leuk natuurlijk voor mij om te zien. Dan kan ik net zo goed geen Fortnite meer uploaden. Want jullie vinden er toch niks meer aan. Huppakee, qualified. Maar ja, ik kan dus net zo goed geen video meer uploaden, want jullie vinden Fortnite toch niet meer leuk. Dus deze man denkt, ik ga vast stilstaan, ik haal het toch niet. Ja, die mensen heb je er ook zeker weten bij. Die het gewoon niet, die gewoon gaan opgeven, omdat ze denken dat ze het toch niet halen. We zijn nog met 43 mensen over. En ik had trouwens ook het bloemetje kunnen kopen die je hier een aantal keer ziet staan. Maar laat even weten in de reacties, moet ik die kopen? Hij is als het goed is nog een dag of twee beschikbaar. Dus laat weten in de reacties of ik die moet kopen. De bloemkot kost 1 kroontje en is dat niet zonde? Ik vind hem, hij is wel grappig, maar ik zal hem niet per se hoeven. Maar het is nu vooral jullie keuze. Dus zou je dat bloempotje nou graag willen zien? Moet je dat zeker even doen. Ah, seesaw. Ja, jongens, we hebben verloren. seesaw. Nee, is echt een slechte game mode, vind ik. Hij is in principe leuk bedacht, maar aan het begin ga je met z'n allen tegelijk. Kijk, hier staat zo'n bloempot. Ik kijk er nu naar en daar nog een. Zo'n bloemetje, zeg maar. Oké, kom op. Niet steeds vallen. Kijk, ik heb dus een nieuwe tactiek geleerd, jongens. Dat je moet... Oké, ja. Dat je moet springen en dan duiken. Zodat je niet valt. Kijk, daar sta je in één keer op. Dus dat is super nice. Oké, ja. En dan gaan we verder. Oké, we hebben nou al een lekkere positie. Geel, blijf omlaag. Ja, dankjewel. Oh, dat duiken was onnodig. Huppakee, geel. Ja. Komt-ie.
Hey, hoppakee, en lopen. Hoppakee, en door. Oké, we zijn het tweede checkpoint hebben gehaald. We staan echt super erg voor. Eens even kijken, we gaan hier erop. Ah, you kidding me? Oké, stop. Ja, lekker. En deze kant pakken we natuurlijk. Oh, ja, we zijn er net opgekomen. En we zijn vijfde. Kom op. Oké, we zijn vijfde. Vind ik nice. Ik ga wel gewoon finishen. Want ik wil niet graag tegengehouden worden of zo. Dus ja, ik denk ik kan beter alles maar gaan finishen. Weet je, je hebt hem dan gehaald. Ga dan niet vervelend lopen doen. Om andere mensen eraf te gooien. Nou gooi je hem hier niet zo makkelijk vanaf. Maar bij andere game modes, bijvoorbeeld bij die... Wat is, hoe heet die ook alweer? Slime Climb. Daar gooi je zo makkelijk mensen eraf. Dat is zo flauw. Daar mogen ze eigenlijk ook wel een muurtje maken. Want dat is echt flauw als je daar eraf wordt gegooid op het laatste moment. Heb je alles gehaald. En dan word je er op het laatste moment nog afgegooid. Oké. We zitten in de derde ronde. Dus dat betekent dat we... ja, hiernaast zit een bloempot. Ah, oh, bloemetjes gevallen. Zijn er nog meer bloemetjes? Ja, er is nog één bloemetje volgens mij. Ja, ja. Twee bloemetjes. Twee bloemen. Jump Club. Oh, die wordt leuk. Die vind ik leuk. Altijd al leuk gevonden. Hé, daar zie je mijn skin. Dat blikje. Ja, nu wil ik die onderkant ook wel. Anders is het niet helemaal compleet. Dus hopelijk komt die binnenkort ergens in de shop natuurlijk. Welke skin ik ook super vet vind, zijn die twee blauwe die daar naast elkaar staan. Hier staat er eentje. Ja, met dat roze, die blauwe pet. Die vind ik ook super, super vet. Dus, hoppakee. Oeh, hij gaat vervelend lopen doen. Ja, oké. Als ik dat niet deed, ging hij vervelend lopen doen. Oh, hij gaat vervelend lopen doen. Ja. Ik wil glitchen nog net tussendoor. Ik ben blij. Nee. We kunnen 12 mensen elimineren. Oeh. Ja, oh, glitch tussendoor. Nice. Alweer, hè? Waarom heb ik zoveel geluk? Blik. Ja, ik weet het al, jongens. Het blikje brengt geluk, hè? Ja. Ik weet het al. Hé, hey, nu al qualified. Dat was wel een heel snel. Triple snel potje. Zo snel heb ik volgens mij nog nooit een potje gespeeld. En... nog 18 mensen over. En wij staan daar gewoon lekker met ons blikje, hoor. Nice. En sick. En sick. Zat er eigenlijk nog een bloempot in? Oké, laat het eventjes geen teamgame zijn. Let op, teamgame. Let op. Ik ben geel. Let op. Ik word geel, jongens. Als ik geel ben, moeten jullie allemaal even liken. Als ik blauw ben, moeten jullie allemaal even abonneren. En als ik rood ben, moet jullie even allemaal de video delen. Oké, okay? Afgesproken. Jullie moeten de video delen. Ja. Wij pakken meteen deze hierboven. Waarschijnlijk hebben we gewonnen. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar rood, dat is zo'n grote kans dat die wint. Auw. Rood is echt goed. Is gewoon... pro. Oh, gouden. Die wil ik. Wee! Wat, ik ging er toch echt eerder doorheen, jongens. Zagen jullie dat? Oké, wij gaan lekker hierop. Totdat er eentje komt. Waar blijft er nou een? Let op, ga ik eraf en er komt er een. Ik zei het toch. Oké, deze hebben wij wel. Oh my god. Ja, rood heeft hem. Alsnog. Nice. Ja, die hebben we ook. Gouden. Die wil ik. Kom op nou. Ik raak soms zo triggerd van dit spel. Oh. Hoezo kan je daar nou weer niet springen? Hoppakee, die hebben wij. Oké, er komt hier een ring aan. Kom op, sta op.
zag je dat? Ik ging er toch doorheen. Wauw, wat een poepspel, man. Ik ging er toch doorheen. Jullie zagen het. Ik was er al doorheen. En toen kwam die gele en dan wint die gele nog. Ja, wij hebben verloren. Chill weer dit. Alleen maar omdat geel weer die gouden pakt, hè. Hier, lekker voor je. Ja. Oké, ik wil jullie ook gewoon bedanken voor het kijken. Want ik vind hier echt helemaal niks meer aan. Fall Guys, doe er alsjeblieft wat aan. Want dit kan zo echt niet langer. Ik ga er toch duidelijk doorheen. Ze mogen dat echt duidelijk gaan aanpassen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou super vet? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren met het belletje aan. Ik upload dagelijks content over onder meer Fall Guys. Want dat vinden jullie nou eenmaal leuker. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Laters.